Een van de mannen die gefusilleerd is bij Woeste Hoeve is Henk Nikkel. Milan Smit, achterkleinzoon van de zus van Henk, vertelt zijn verhaal. Henk doet tijdens de oorlog eindexamen en gaat daarna werken voor het ministerie van Onderwijs, dat dan in Apeldoorn zit. Zijn broer Jan zit in het verzet. En voor hem brengt hij wel eens wat illegale blaadjes en bonkaarten rond. Dan neemt hij Tony mee, een vriendin van de middelbare school, zodat ze bij patrouilles kunnen doen of ze een stelletje zijn. De Duitsers doen een inval in het ouderlijke huis. Ze willen Jan arresteren, maar alleen Henk is thuis. Er zijn dan net illegale blaadjes bezorgd die nog niet zijn verstopt. De sicherheidsdienst vindt ze en arresteert Henk. Hij wordt opgesloten in de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn, een beruchte gevangenis in de omgeving. Henk heeft pech. Een paar maanden na zijn arrestatie pleegt het verzet onbedoeld een aanslag op de auto van de Ruiter, de hoogste baas van de SS in Nederland, vlakbij de Woeste Hoeve. Ruiter overleeft de aanslag. Als represaille worden op 8 maart 1945 in het hele land verzetsmensen gefusilleerd. Bij Woeste Hoeve 117 mannen. De grootste massa-executie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De lichamen worden in een massagraf begraven. Waaronder Henk Nikkel, 20 jaar oud, de oom van mijn opa. Na de oorlog weet mijn familie niet wat er met Henk is gebeurd. In juni 1945 krijgt de moeder van mijn opa een oproep voor identificatie. Ze herkent het lichaam van Henk aan een kleurensjaaltje dat ze voor hem had gebreid uit restjes wol. Het verlies van Henk is voor mijn overgrootmoeder heel zwaar geweest. Het was te pijnlijk om veel over hem te praten.